Dan komen we agenda punt 2, het spreekrecht. Er heeft zich één spreker gemeld, de heer Tan. En meneer Tan, u hebt maximaal 5 minuten. Dank u wel, voorzitter. Dames en heren, zoals u weet maak ik gebruik van mijn spreekrecht. Ik spreek in tijdens raadsvergaderingen en commissievergaderingen. Dit volgens het principe, wilt u een onderwerp aan de orde stellen, dan kan dat. Vorige week maandag werd ik naar aanleiding hiervan gebeld door Klaas Graaf van het presidium. Misschien dat de vorm anders kan. Meneer Tan, het is de heer Schra hier. De heer Schra. Afgelopen donderdag had ik een gesprek met de heer Schra en de heer Lobel, ook van het presidium. Misschien kan de vorm anders, misschien niet. De toehoorder van mijn spreekbeurt van de afgelopen tijd weet dat ik mezelf heb voorgenomen om mijn voordracht te eindigen met: ik heb aanleiding om te veronderstellen dat u als raad uw werk niet goed doet. Waar wil ik dat de gemeenteraad vanavond tenminste kennis van neemt? Van de week kwam er een publicatie en ik noem dat een cadeautje. De samenspraakgroep Zoetermeer stelde zich voor aan de lezer van de online versie van de Zoetermeer dichtbij. Het was een artikel ter kennismaking, de strekking. De samenspraakgroep Zoetermeer barst van ambities. Tegelijkertijd wil zij de verwachtingen temperen. En dan lees ik dit zinnetje. En let wel, het gaat om de bestaansreden van de samenspraakgroep. Want tot nu toe is het niet gelukt blijvend zaken te veranderen, ondanks nota's, andere procedures, bemoeienis van de politiek, etc. Nota's worden bijvoorbeeld wel uitgeschreven en door de raad aangenomen, maar niet uitgevoerd of nageleefd. Ik wil het laatste zinnetje nog even herhalen. Nota's worden bijvoorbeeld wel uitgeschreven en door de raad aangenomen, maar niet uitgevoerd of nageleefd. En dan denk ik, tja, wat denk ik als ik dit lees? Waar is de gemeenteraad? Naar aanleiding van het stuk gepubliceerd in de online versie van de Zoetermeerdichtbij heb ik de lezer uitgedaagd. Laat de samenspraakgroep even voor wat die is. Spreek in de plaats hiervan de gemeenteraad rechtstreeks aan. Kom maandag inspreken. Die oproep heeft reacties opgeleverd die ik u niet wil onthouden. Meneer of mevrouw Zoetermeer zegt: lijkt me een goed idee. Veel insprekers bij de gemeenteraadsvergaderingen. Dan hoort de raad in elk geval wat een deel van de bewoners graag zou willen. Misschien kunnen we wel een club beginnen met een groepje. Wie willen er meedoen? Edward 75. Leuk idee, heer Tan, maar mij niet gezien. We weten allemaal hoe het met heer Stevenhagen is afgelopen. Meneer of mevrouw H. Vellema. Wat betreft uw voorstel, interessant, maar de drempel zal voor veel burgers te hoog zijn. Ook voor mij, al steun ik elk initiatief. Ik stel voor dat meneer Tan zijn tijd maar doorspreekt, dat we weinig aandacht aan zijn opmerkingen die hij net heeft gemaakt besteden. Het lijkt me verstandig, ook voor de heer Tan zelf. Voorzitter, ja. Wij voelen ons niet geroepen om hier naar te luisteren, echt niet. Nee, dat is volstrekt duidelijk. Mijn gedachten dwalen ook af naar andere dingen. Meneer Tan, gaat u ver. Dank u wel. Ik ga weer terug. Meneer en mevrouw H. Vellema, wat betreft uw voorstel, interessant, maar... Even schorsen, dan kunnen wij doen. Ja, ik sta u... We schorsen even de vergadering. Nou ja, in die zin, ik vind dat het hier van beide kanten zeer kinderachtig verloopt. Ik vind het van u, zoals u reageert als voorzitter, ook niet kunnen. Wat de heer Tan zegt... gaat wat mij betreft een stapje te ver. Maar hoe u vervolgens reageert als voorzitter gaat maar net zo ver. Volgens mij vroeg u om een schorsing, dat is het niet. Maar dan... Voorzitter, ja, mevrouw van der Meer. Ik wil graag een schorsing, zodat ik even de zaal kan verlaten. Want ik wil hier niet naar luisteren. Okay. Als er verzoek is om een schorsing, dan wordt er even geschorst. We schorsen enkele ogenblikken. Thank you.
Ik heropen de vergadering. Meneer Tan, u heeft nog 1 minuut 38. Voor de goede orde, dit zijn quotes. Ik ga terug naar meneer en mevrouw Fellema. Wat betreft het voorstel interessant, maar de drempel zal voor veel burgers te hoog zijn. Ook voor mij, al steun ik elk initiatief dat de intentie heeft dat onze volksvertegenwoordiging een keer naar behoren gaat functioneren. Ik waag het echter niet mijn handen aan deze nobele zaak te branden, want ik heb een vrouw en kinderen. Ik wens u verder veel succes. Meneer en mevrouw E. Nieuwenhuis. Ik heb wel respect voor de heer Tan, maar met het initiatief vraagt hij wel erg veel van de Zoetermeerse burger, die de politiek inmiddels meer dan beu is. Let wel, ik zeg het niet zelf, hè. Bovendien, en ik vind het vervelend, maar het staat gewoon letterlijk op de Zoetermeer dichtbij online. En we leven allemaal in een open samenleving, dus dit kan gezegd worden. Bovendien kotst de gemeenteraad onder leiding van Marijke van der Meer u uit. En ik heb eerlijk gezegd geen zin in die penarie. Ik ben coulant geweest. Het zijn quotes. Ja, nee, dat is zo makkelijk om te zeggen het is een tekst van een ander en nu het uitkotsen. Mag ik in ieder geval mijn conclusie dan? Nee, u mag niet meer. Ik ontneem u het woord. En wat mij betreft bent u gewaarschuwd de eerste volgende keer dat u maar bij één keer een millimeter over de scheef gaat, ontneem ik u het woord weer. En ik vind dat jammer. Want het spreekrecht is groot goed. Wij zijn allemaal zeer coulant met u geweest. Dus iedereen is altijd welkom voor die 5 minuten. Maar het is nu vandaag genoeg geweest. U krijgt niet meer het woord van mij. En ik vraag u dus ook van het spreekgestoelte weg te lopen. En ik hoop dat de volgende keer als u komt, dat u het net zo aanpast. Dat iedereen in ieder geval met aandacht naar u luistert, zich niet beledigd voelt. En dat bijdraagt aan de discussie en debat in de stad. Want dat is de bedoeling. Dank u wel. Voorzitter, ik vraag een schorsing aan van 10 minuten. Wat zegt u? Ik vraag een schorsing aan van 10 minuten. Okay, nou, ik kijk even, zijn er meer leden die willen schorsen? Nee, er is geen behoefte aan. Dus ik, voorzitter, ik, ik schors, net ik, werd er volgens mij ook geschorst. Toen gaf u aan, op het moment dat er een schorsing wordt aangevraagd, ik vind het schandalig hoe u momenteel bezig bent als voorzitter. En ik wil het even met mijn fractie kunnen bespreken als u dat niet erg vindt. U kunt wel gaan schreeuwen, maar dat verandert niets. Ik schors enkele momenten dat anderen kunnen terugkeren. En als u daarna een verzoek van orde doet, is dat van harte welkom. We zijn geschorst tot de anderen zijn teruggekeerd.